Komt-ie. Dinsdagmiddag werd bij het antieke Dieselgemaal in Alkmaar de nieuwe website gelanceerd. Maar eigenlijk belangrijker was de presentatie van een sponsor van de nieuwe brandstof. Want zelfs het antieke gemaal moet groener. En draait daarom voortaan op Neste-Mai. Neste-Mai, dat is een vervanger voor diesel. Alleen het heeft een aantal voordelen ten opzichte van diesel. En het grootste voordeel is denk ik wel de CO2-reductie, tot 90% CO2-reductie. En daarnaast ook een fijnstofreductie. Dus ja, het is echt een duurzamere brandstof dan de fossiele brandstof. Om op deze nieuwe brandstof te kunnen draaien, waren precies 0 aanpassingen aan de antieke machine nodig. Dieselgemaal gaat na 108 jaar afscheid nemen van diesel. En net als heel veel andere instellingen en organisaties moet je op zoek naar de schoonste manier om minder CO2 uit te stoten. En dat gaat ook hier gebeuren. En we hebben GP Groot bereid gevonden om onze komende jaren plantaardige olie te leveren, waarin deze motor ook uitstekend op kan draaien. Nou, er zijn verschillende transportbedrijven die zijn inmiddels overgestapt op deze brandstof. Het wordt heel vaak in aanbestedingen al gevraagd, hè, door overheid gestuurd. Zo van, nou ja, we willen toch dat er een vriendelijker en milieuvriendelijker brandstof wordt gebruikt. GP Groot zelf, hè, wij gebruiken deze brandstof ook. En we zien dat de vraag alsmaar toeneemt. Ja, dit is voor hun ook een enorme kans om te laten zien dat dieselmotoren niet veel aanpassingen, of bijna vrijwel geen aanpassingen nodig hebben om te kunnen draaien op Neste-Mai diesel.